Kolencentrales zorgen in Nederland voor heel veel CO2-uitstoot. De regering lijkt dat te willen oplossen door in plaats van kolen, biomassa in die kolencentrales te gooien. Maar helaas stoot biomassa nog meer CO2 uit dan kolen. Dat weten heel veel mensen niet. We denken dat het duurzaam is omdat we die houtkorrels die we in die centrale gooien vervolgens vervangen door bomen die we gaan planten en op den duur nemen die bomen weer CO2 op. Maar dat duurt minstens 20 jaar. En die tijd hebben we helemaal niet. Als we 20 jaar lang hout in de kolencentrale gaan gooien, dan gaan we enorm veel extra CO2 uitstoten, wat we ons niet meer kunnen veroorloven op dit moment. Dus de betere oplossing is helaas toch om die kolencentrales uit te zetten. Op de korte termijn kan je dan nog beter een gascentrale aanzetten, want dat is maar de helft van de uitstoot. En op de langere termijn betekent het natuurlijk dat we heel veel zonne-energie, windenergie en diepe geothermie willen. Om voldoende duurzame elektriciteit te maken. Maar een biomassa-centrale is niet de oplossing. Daarnaast worden er nu ook heel veel warmtenetten gepland. En mensen denken dan dat als je een warmtenet met biomassa stookt. dus als je warm water maakt. Met biomassa dat dat duurzaam is. Maar ook daar geldt dat het CO2-uitstoot oplevert en dat het niet duurzaam is. Een warmtenet kun je beter doen op diepe geothermie of op afvalstromen vanuit een industrie waarvan je denkt die hoort echt bij de industrie van de toekomst. Dus ook hier geldt, biomassa is geen duurzame oplossing. Helaas.